In de show gaan we het hebben over het basisinkomen. Dat is weer helemaal actueel. Ik ga erover praten met Alexander de Roo, voormalig Europarlementariër. Welkom in de uitzending. Ja, goeiedag. Meneer de Roo, het basisinkomen, het is iets wat al jaren speelt. Wat is dat? Basisinkomen is een vast bedrag voor iedereen in Nederland. Net zoals mensen AOW krijgen als je oud genoeg bent. Alleen basisinkomen begint gewoon als je volwassen wordt, als je 18 bent. Ja, hoe ziet dat eruit, zo'n basisinkomen? Nou, een vast bedrag, zeg 1000 euro per maand voor iedereen. En ja, dat is natuurlijk wel een hele mooie basis om van te leven. Maar niet genoeg. Hè? De meeste mensen willen toch iets meer luxe dan alleen maar kaal leven. Dus die gaan er gewoon bij werken, blijven bij werken. Dat blijkt ook uit alle 16 experimenten die tot nu toe gehouden zijn met dat basisinkomen. Waarom is het opeens weer actueel? Ja, dat is moeilijk grijpbaar, maar de politieke partijen worstelen allemaal met het feit dat ze die toeslagen willen afschaffen. Nou, als je de mensen 20 miljard afneemt, want zoveel zijn de toeslagen, dan moet je ze op de een of andere manier dat geld weer teruggeven. Nou, D66 en de ChristenUnie zijn ermee begonnen. Die hebben het ook ingebracht in de onderhandelingen bij Rutte 4. En toen zei de Belastingdienst, ja, maar we kunnen niks. Helaas had D66 niet de tegenwoordigheid van geest om te zeggen, nou, dan gaan we toch via de Sociale Verzekeringsbank uitkeren. Die doen nu ook al kinderbijslag en de AOW. Die doen dat prima. Dus laat die Belastingdienst met rust en laat de basisinkomen, of een gedeeltelijk basisinkomen wat D66 wou, en de ChristenUnie trouwens ook, via de Sociale Verzekeringsbank uitkeren. Dan heb je het probleem opgelost. Nu gaat het verhaal steeds van, ja, als je mensen gratis geld geeft, dan gaan ze in een hangmat hangen en worden ze niet meer productief. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, dit is het aardige dat er natuurlijk al heel veel experimenten zijn gedaan. Sommige die lopen al heel lang. En zoals er een groep Indianen in Amerika die hebben gezegd, de casino mag bij ons komen, maar de winst van de casino, een deel daarvan, keren we elk moment of elke regelmatig uit aan alle Indianen in het reservaat. Dat loopt tot 20 jaar en die blijkt gewoon te werken. Minder alcoholgebruik, misbruik, minder drugsmisbruik. Die kinderen worden intelligenter. Ja, want die ouders zijn niet meer arm. Nou, dat is dus heel mooi. Er is ook een mooi onderzoek van Guido Imbens. Dat is een Nederlander die de Nobelprijs voor Economie heeft gewonnen. Die heeft mensen gevolgd die 30 jaar lang een loterij hadden gewonnen. 30 jaar lang kregen ze $2000 per maand in Amerika. En dat is al een tijd geleden, dus een hoop geld. En wat bleek? De mensen bleven gewoon werken. Oké, als je vlak tegen je pensioen aan zat, gingen ze wat eerder met pensioen. Nou, dat is prima. En mensen die daarvoor werkloos waren, die ook die 30 jaar lang $2000 kregen, die begonnen opeens betaald te werken, terwijl dat dus financieel helemaal niet nodig was. Dus de basisinkomen heeft verrassende effecten. Ja, kost het niet ongelooflijk veel geld bij de schatkist? Nou, dat hangt er vanaf hoe hoog je dat maakt natuurlijk. En iedereen €1500, ja, dat is hoog. Maar iedereen €900 of €1000 is prima te doen. GroenLinks had trouwens bij de laatste verkiezingen een bedrag van bijna €800. Nog niet in de vorm van een basisinkomen, maar wel iedereen kreeg dat extra als je te weinig geld had. Nou, en dus het is wel te betalen. Je moet wel de zaak omgooien. Niet alleen die toeslagen, maar ook de belastingkortingen. Iedereen krijgt een belastingkorting als je werkt. Nou, tot modaal is dat €600 per maand. Nou, dat is dan een mooi begin om het basisinkomen op te baseren. En natuurlijk mensen boven modaal, die krijgen die belastingkortingen niet of veel minder. Nou, maar straks wel wat basisinkomen, ja, daar moet je net gewoon weer wegbelasten. Ja, en nu heb je die €1000 per maand, wat u voorstelt, zeg maar, hè, als rekendingetje, zou ik maar zeggen. Wat gebeurt er dan als je bij gaat verdienen? Wordt dat dan niet helemaal wegbelast? Nee, dat is het aardige. Dan mag je gewoon minimaal de helft houden. Sommige varianten zeggen van, nou, aan de onderkant mag je 60% houden en aan de bovenkant mag je 40% houden. Maar de meeste mensen zeggen, laat iedereen gewoon 50% inkomstenbelasting betalen. En dan mag je dus altijd die 50% houden. Je hebt je €1000, je werkt voor €1000, dan verdien je €500, heb je €1500 om van te leven. Ja, en als je met z'n tweeën bent, want iedereen krijgt eigenlijk dan een basisinkomen. Ja, en dat is het leuke. Het is individueel. En dat betekent dus dat als je gaat samenwonen, dan ga je er al aardig op vooruit.
Nu is het zo dat als je gaat samenwonen, ga je financieel gestraft worden. En dat is ook de reden waarom steeds meer mensen alleen gaan wonen, want uiteindelijk is dat financieel voordeliger. Het is zelfs zo, als mensen scheiden met een kind, zeggen ze, we nemen allebei één kind mee, dan was het financieel het voordeligste. Dat is natuurlijk waanzin. En als je basisinkomen hebt, dan gaat samenwonen lonen. Dat is voor de Partij van de Dieren een van de redenen om te zeggen, nou, hebben we minder woningen nodig, dat is goed voor het milieu, daarom zijn zij voor basisinkomen. Nu komt u, omdat het basisinkomen nogal veel besproken wordt, en best wel veel kritiek op is, zal ik maar zeggen, of bedenkingen, komt u met een bestaansgeld als compromis. Hoe ziet dat compromis eruit? Nou ja, sommige mensen hebben wat tegen die term, maar dan noemen we het anders. Dat maakt toch niet zo veel uit, hè? Met name in de PvdA, je weet dat PvdA en GroenLinks, die gaan misschien nog waarschijnlijk gezamenlijk de volgende Tweede Kamerverkiezingen in. Nou, bij de PvdA is een groep ouderwetse socialisten die veel moeite hebben, die nog helemaal vasthangen in het idee dat alleen betaald werk zaligmakend is. Nou, als die problemen hebben met de term basisinkomen, dan noemen we het bestaansgeld, dat is ook goed. Maar in principe blijft het hetzelfde? Het gaat om dat je iedereen maandelijks een bedrag geeft. En ja, bijvoorbeeld 50 jaar geleden, toen was het kostwinnersmodel nog dominant. Hè. De man werkte, de vrouw deed het huishouden en de kinderen. Dat ene inkomen van die man was genoeg voor het hele gezin. Nu werken bijna altijd overal beide partners en ze komen nog niet rond. Dus blijkbaar is er wat veranderd in die arbeidsmarkt. Hè. Aan de bovenkant lukt het allemaal nog wel, maar aan de onderkant steeds minder. Vervolgens hebben we nu bijna 3 miljoen flexwerkers met wisselende inkomsten. We hebben ruim 1 miljoen ZZP'ers met wisselende inkomsten. Daar is het huidige systeem niet voor afgesteld. Dat is voor afgesteld om een vast inkomen. En als je dan even werkloos wordt, krijg je wat extra. Maar zo werkt het niet meer. En dus moeten we het hele systeem aanpassen door middel van een basisinkomen. Het scheelt ook een hele hoop bureaucratie, zou je bijna denken, als je alle toeslagen afschaft, klopt dat? Dat klopt zeker, ja. Er is onderzoek gedaan. Wat kost het nou om de bijstandmensen geld te geven? Nou, bijstandmensen krijgen iets van 12.000 euro als je alleenstaande bent per jaar. Maar de gemeenten hebben 20.000 euro kosten. Dus 8.000 euro is alleen maar nodig, niet voor de bijstandmensen. Nee, voor de ambtenaren en om ze op cursus te sturen en weet ik wat allemaal. En CPB heeft uitgevonden, en niet heel verrassend, dat al die cursussen helemaal niet helpen. Dat is ook logisch, want er komen niet meer banen door die cursus. Nu is het een ingewikkeld onderwerp, zou je kunnen zeggen. Daar kun je natuurlijk alles over lezen. Waar kunnen mensen terecht voor meer informatie over het basisinkomen? Nou, we hebben een heel eenvoudige website, basisinkomen.nl. Daar kun je veel over lezen. En basisinkomen speelt niet alleen in Nederland. Hè. In België hebben ze nu een groot project van 3 universiteiten. In Korea hebben ze het vorig jaar bijna ingevoerd. Het scheelde 0,7% bij de verkiezingsuitslag. Dus het leeft over de hele wereld, niet alleen in Nederland. Maar goed, je kunt er natuurlijk iets over lezen bij uw verenigingen. Gewoon in het Nederlands, basisinkomen.nl, ja. Goed, Alexander de Roo van basisinkomen.nl, de vereniging Basisinkomen. Ja. Hartelijk dank.